Een goede vriend vroeg eens aan mij: zou je nu ook eens iets voor mij kunnen maken? Speciaal voor mij. Met iets wat ik erg lekker vind. Natuurlijk Sander. Vlaamse stooflappen. Voor de Vlaamse stooflap gebruik ik natuurlijk rundvlees. Niet te mager, want bij het stoven gebruik ik graag het vet. En in die stooflappen doe ik de volgende ingrediënten. De snijkoek. In de ui heb ik wat kruidnagel gestoken. Ik gebruik een kaneelstokje. Bruine suiker. Laurierbladeren. Wat verse nootmuskaat. Ik doe daar wat sinaasappel doorheen. Vers gepest. En ook wat schil. Ik doe er ook wat azijn doorheen. Maar het belangrijkste is: ik ga het stoven met een flesje koffie. De stooflapjes die snij ik even in stukjes, flinke dobbelstenen. En die ga ik dan even met wat zout en wat peper. Goed, de dobbelstenen die peper en zout licht. Ik kan niet weten wat zout bij die straks. Dan kan het er helaas niet afhalen. Als de pan goed heet geworden is, ga ik de boter smelten. En bij die boter doe ik dan wat olie. Zodat de boter heter wordt. En het vlees straks sneller dicht gaat schroeien. Stappen die in het vlees te bewaren. Een scheutje olie erbij. Laat de boter weer goed uitbruisen, dat die echt goed heet is, dat al het vocht verwijderd is. En dan ga ik het vlees dicht schroeien. Ik probeer het zo snel mogelijk te doen. Inderdaad, om die stappen die in dat vlees zitten te behouden. Als het vlees dicht geschroeid, dan doe ik daar een schepje bloem overheen. Die heb ik straks nodig om mijn saus wat dik en glad te maken. Ik roer het dan weer even door. Zodat die bloem met de boter een roervorm kan klaren. Ik voeg dan de ui met toevoeging toe, de bruine suiker en de laurier en ook het kaneelstokje en de koek. Dit is de zesde van de sinaasappel. Die ga ik straks ook toevoegen. En als dit allemaal in de pan zit, dan ga ik het geheel afblussen met het bier. Vooral rustig aan wachten. Het vuur gaat laag.
En dan laten we de zaak rustig een uurtje sudderen. Ik voeg nog een heel klein scheutje aan zijn toe. En straks dan ga ik ook het sinaasappelsap toevoegen. Ik heb daarvoor een vork. Die doe ik in de sinaasappel en dan draai ik en knijp ik. En dan loopt het zak eruit. Ik voeg de zestes van sinaasappel toe. En dan is de stoofschotel klaar voor consumptie. Je kan hem koud laten worden en morgen weer opwarmen. Dan wordt hij zeker lekkerder van. En hij is goed te combineren met de al eerder gefilmde pompree. En met de rode kool die ik ook op het internet zette. Wat ik erbij vandaag, deel 1 tot en met 18. Smakelijke maaltijd, Sander. It's a beautiful